Ik heb een presentatie in elkaar gezet, dus ik ga mijn best doen. Ja, wacht even tot je ook beeld erbij hebt. Ja, ja. Precies. Maar ja, het is natuurlijk fantastisch. We hebben een idee gehad en dat al jaren zweefde. Maar nooit vonden we daar de tijd of de mogelijkheden voor, technisch gezien, om een apparaatje te maken zoals dit voor deze prijs en voor met deze specificaties. En de markt en de technische specificaties waren er nu daar om dat te doen. Ja. Dit begint lekker. Op de eerste verdieping, Rocky, zo heet het, de start-up, daar liggen ze, hè? Jullie product. Ja, we hebben ze vandaag de hele dag laten zien. Met name natuurlijk om iedereen een klein beetje gevoel te geven van wat is het nou precies. Want een Kickstarter-campagne gaat veelal, je ziet heel veel apps en diensten. Je ziet heel veel ontastbare producten ontstaan. Als je gaat kijken naar het verschil tussen crowdfunding campagnes op Indiegogo of Kickstarter, dat zijn de twee meest bekende. Kun je op Indiegogo bijvoorbeeld fitness voor je konijn laten crowdfunden. En dat zijn dingen die... Mag even, fitness voor je konijn? Ja, bijvoorbeeld fitness. Alles wat je maar kan verzinnen, waar je mensen zo gek van kan laten worden om jou te sponsoren, dat kan. Kickstarter is daarentegen een platform voor creative projects. Dus dat gaat echt om apps en echte deliverables, dingen die je dus aan de markt kan toevoegen qua waarde. Ik ga ondertussen even kijken. Start er maar op, dan... Ja, dan zet ik deze aan en dan begin ik echt mijn ingestudeerde verhaal. Dennis List. Ja, dat ben ik. Van Rocky. Ga je gang. Yes. Zo. Dus, dit begint lekker. Goed. Dus, welkom. Bedankt dat jullie een stoeltje hebben kunnen weten te bemachtigen. Het is natuurlijk volle bak. ik ben Dennis List. Ik ben de co-founder of mede-oprichter van Rocky. Nou, wat is Rocky? Rocky is een systeem dat wij hebben bedacht, ontwikkeld. Een stukje hardware en een app. Waardoor je je eigen hi-fi systeem kunt upgraden met wireless technologie, dus met wifi. Expliciet geen Bluetooth, omdat Bluetooth beperkt werkt in de afstand die je kunt overbruggen met het systeem. En het werkt niet op meerdere devices tegelijk, dus multi-room zou niet mogelijk zijn. De kwaliteit is ook van de audio is ook te compressed om echt een hoge kwaliteit audio te kunnen streamen over jouw netwerk. Dus dan ga je al gauw naar wifi. Daarmee kun je dus wel meerdere devices tegelijk aanspreken. De meeste wifi-routers hedendag zijn goed genoeg om hoge kwaliteit audio overheen te laten streamen. Dus ook al grotere bestanden. Bijvoorbeeld mp3's, niet alleen mp3's, maar ook FLAC-files voor degenen die dat weten. Dus ja, wij wilden een systeem maken dat dus elke hi-fi-systeem upgrade met wifi. Bijvoorbeeld, je hebt een oude Technics receiver staan, goede speakers, maar je kunt er alleen maar met een kabeltje je telefoon op aansluiten, wil je muziek van je telefoon luisteren. Dat is niet alleen muziek die op je telefoon staat, maar ook Spotify, Deezer, Pandora, welke diensten dan ook. Maar je bent dus afhankelijk van diverse apps en een beperkte manier om dat aan te sluiten. Dus wat wilden wij dan daarvoor oplossen? Wij wilden dus eigenlijk een app maken en een apparaatje, waardoor je dus één ecosysteem maakt van jouw aangesloten hi-fi systemen. Dus in de app kun je kiezen voor welke Rocky je wilt aansturen, dus welke Rocky je de muziek naartoe wil sturen, naar één of naar allemaal tegelijk. Of één nummer naar de ene toe en een ander nummer naar de ander. Dus je kunt je voorstellen dat je die in verschillende kamers kunt gebruiken en dus in verschillende kamers verschillende muziek of playlist kunt luisteren. Nou komen we bij Kickstarter. Ik zal eerst een korte uitleg geven. Ik heb een mooi plaatje op internet gevonden die het redelijk illustreert. Op Kickstarter en op andere crowdfunding campagne sites kun je dus je idee laten funden, laten financieren door het publiek. Door iedereen die dat maar kan zien. Stel je voor, het is een marktplaats voor nieuwe ideeën. En de producten die daarop staan zijn nog niet af. Die moeten gefinancierd worden. En vroeger ging je daarvoor naar de bank, kreeg je wel of geen lening. Nu is het eigenlijk meer regel dat je naar het publiek kunt gaan en kunt zeggen, nou, dit wil ik maken, zou je dat willen hebben? En als je dan de doelgroep aangesproken hebt en die zegt, nou, dat zou ik wel willen kopen, dan kopen die dat in de regel voor een korting of tegen een korting. Dus de reward, dus wat ze ervoor terugkrijgen voor hun
pre-order eigenlijk. Dus wat ze betalen voor iets dat er nog niet is. Dat is dus het product dat je maakt. Als het kan ook een t-shirtje zijn voor $1 of een button of wat dan ook. Maar in de regel is het het product zelf. Dat is hoe Kickstarter werkt. Wij hebben dat in december na iets van 8 maanden prototypes te testen. Het 5e prototype was uiteindelijk wat wij in ons doosje hebben zitten. Dit is een eigen chip, een eigen board. Alles is zelf ontwikkeld. Dus we hebben geen product zomaar gepakt en naar een naam opgezet. Dit heeft maanden werk gehad. En dat is nog snel. En in december hebben wij een Kickstarter-campagne gedraaid van 25 dagen. En normaal is dat redelijk kort, want normaal is het wel 40 dagen. Maar wij wilden het heel kort houden om het ook exclusief te maken. En we moesten $50.000 ophalen om de eerste productierun te gaan doen in januari. En we haalden $220.000 op, waardoor dat allemaal heel snel mogelijk werd. De eerste dag was eigenlijk de funding goal al behaald. Dus in januari gingen we naar Las Vegas, zetten we alles op zwart. Nee, dat niet. Maar we gingen naar Las Vegas, naar de CES. Daar gingen we niet alleen ons concept laten zien, proof of concept, de pers voorlichten over wat we nu in handen hebben en hoe ver we nu zijn. Maar ook om te praten met Spotify, met Deezer, met Pandora, Google Music. Alles wat wij in onze app willen integreren. Wat eruit komt is dat je persaandacht krijgt. Niet alleen tijdens de Kickstarter, maar ook na Kickstarter. Wanneer je eigenlijk dus bewezen bent dat het product succesvol is. Met zoveel Kickstarters, campagnes is het nu wat moeilijker om zomaar eventjes als Kickstarter campagne in het nieuws te komen. Maar met name deze namen die zijn wel populair. Daar hebben wij artikelen, nieuws, reviews op gekregen, waardoor dit wat meer aandacht kreeg. Die aandacht, dat merkten we. We kregen van speakerfabrikanten, van services zoals Deezer en Spotify al direct feedback. Het hoeft alleen maar te gaan zitten. En ons werd verteld hoe fantastisch dit wel niet was. Dat was voor ons wel een eye-opener, want we waren gewend om heel veel moeite te moeten doen om iets te maken en om iets te verkopen. En dit was voor ons vrij nieuw. Dus met de feedback die we kregen van deze partijen, dachten we, god, dit is niet alleen een appje en een stukje hardware. Dit is meer, we kunnen meer betekenen in de industrie, in de audio-industrie. De meeste grote audio-fabrikanten, die hebben moeite om met producten te komen, omdat zij veel te lang bezig zijn met een product van start to finish. Het duurt te lang om dat door een hele grote organisatie te bewegen. Dus oplossingen zoals een Rocky Inside, zoals we dat willen noemen, maakt het mogelijk om door ons eigenlijk die technologische voortgang te doen. Dus wij zijn de snelle partij die in ons ecosysteem al die verschillende services kunnen garanderen en bieden. En de partij die de speakers bouwt, kan de speakers bouwen. Daar zijn wij niet goed in, daar zijn zij goed in. Dus niet alleen een kastje wat je op je eigen hi-fi systeem aansluit, maar nieuwe producten die op de markt komen met onze technologie erin. Dat is onze visie voor Rocky. En ik speak eventjes waar we naar voren komen. Dus dit zijn een aantal van die evenementen waar we dus feedback krijgen. Ook hier weer vandaag. Heel veel mensen die hebben specifieke eisen. Bijvoorbeeld films kijken op een laptop en het muziek streamen naar je hi-fi systeem. Of met z'n tweeën, twee danspartners die tegelijkertijd muziek willen luisteren. Dus allebei een Rocky in hun zak, omdat er een batterij van 4 uur in zit. En dan tegelijkertijd dezelfde playlist luisteren. Dat zijn zaken die nu naar voren komen, waarvan wij hebben, oké, we kunnen extra features maken, maar we willen eerst concentreren op gewoon muziek streamen vanaf een app naar alle stereo's. Dus waar gaan wij nu met Rocky heen? Dat is dus inderdaad die licensing deals. Dat zijn inderdaad de integratie van de services in de apps. Daar ligt de meerwaarde. En wij proberen eigenlijk nu de investeringen rond te krijgen dit jaar om een hele grote stap te kunnen maken in development. Product development, dat blijft essentieel in deze wereld en helemaal voor dit soort producten. We kunnen hiermee heel leuk de verkoop starten en doorgaan in de winkel komen te liggen en langzaamaan doorontwikkelen. Maar dan willen we echt bijblijven en willen we echt groter worden en willen we de Dolby van multi-room streaming worden.
Dus wanneer je Dolby ziet, dan denk je al gauw aan surround sound. Als je Rocky ziet, dan willen wij dat je gaat denken aan het streamen van muziek naar de systemen toe waar dat embleempje op staat. Dat is Rocky. Ik heb het...